In 2024 moeten alle daken asbestvrij zijn. En dat betekent de komende jaren een enorme hoeveelheid gevaarlijk afval. Storten is nu nog de norm. Recyclen zou een optie kunnen zijn. Het proces werkt als volgt dat wij ons materiaal onomkeerbaar vernietigen. Dat is het denatureren. Zoals een maïskorrel het asbestvezel is, verhitten wij die tot een popcorn wat zacht en broos en breekbaar is. Na het zacht en broos en breekbaar komt het materiaal op deze manier als asbest verdacht uit de oven. Dat vermalen wij tot een poeder en dan kunnen wij een hard substantie van maken wat hydraulisch is. En dat is niet meer gevaarlijk? Nee, de asbestvezel is hiermee 100% gedenatureerd / vernietigd. Reef is geen onbekende in de recyclingwereld. Zijn familiebedrijf heeft meerdere vestigingen en verwerkt puin en asfalt. Hij loopt al jaren rond met het plan om ook asbest te gaan recyclen. Het voordeel van recyclen is dat wij onze afvalstoffen gaan hergebruiken in plaats van het op een stortlocaties te laten liggen en wachten totdat de kosten voor onze kinderen naar voren komen. Ja, want vroeg of laat moet je er iets mee? Vroeg of laat zul je wat met die stortlocaties moeten. Twee keer was de nieuwe fabriek bijna een feit, maar telkens ketste het op het laatste moment af. We hebben in 2008 bijna in Moerdijk was een vergunning verleend, maar door de financiële crisis is toen onze partner ermee opgehouden. Het heeft ons jaren gekost om een nieuwe investeerder te vinden. Deze hebben wij in 2014 gevonden. Alleen ook bij hem duurde de overheid te lang en het vertrouwen was er te weinig om ermee door te gaan. Want de kosten van recyclen liggen vele malen hoger dan het storten en afdekken met een laag zand van het asbest. Om de fabriek levensvatbaar te maken is een stortverbod nodig. Zodat wij kunnen tussen aanhalingstekens concurreren met de stortlocaties. Indien het stortverbod van kracht is, mag het eigenlijk alleen naar onze fabriek of de Concolera-fabriek die iemand anders kan gaan bouwen. De bouwplannen liggen al jaren klaar. Het enige dat naast een stortverbod ontbreekt, zijn de miljoenen. Ik zou graag willen beginnen, maar er ontbreken mij toch wat euro's.